Jongens, waarom staan we hier? Fred zou hier naartoe komen, toch? Ik heb geen idee wat we hier aan doen zijn. Gerard, heb jij... Oh! Oh, sorry Gerard dat ik je sla. Heb jij enig idee wat we hier aan doen zijn? Nu zwijg ik. Nu zwijg je? Hoezo nu zwijg jij? Ja, dat ging per ongeluk. Hé, Fred zei dat we hierheen moesten komen zoals ik al zei. Maar ja, ik zie dat Fred... Er steekt iets uit daar bij de deur. Fred? Wat is dat nou weer dan? Oh mijn god, jongens. Nee, ik heb hier geen zin in. Oké, we kunnen nu nog terug. We kunnen nu nog zeggen... Of we lopen zoals Gerard gewoon weg, maar dat is een beetje onbeschoft. Mm-hmm, ik weet niet, het is Fred. Je kent Fred natuurlijk nog, weet je, Rick? Ja. Heb je hem al gezien sinds je hier woont? Of? Nee, nog niet gezien. Ik heb hem een paar keer wel rondgelopen, maar ja, daar natuurlijk. Daar is hij. Daar hebben we hem al. Hoi, Freddy. Hoi, jongen. Hallo, Fred. Hey, Fred. Hoi. Hey, jongens, even dat jullie het weten. Fred is nog erger dan ooit. Fred was natuurlijk al... Hallo! Hey, Freddy! Gekke robot. Oh, mijn god, daar ben je. Fred, wat heb je op je hoofd? Wat is dat? Dat noemen ze een hoed. Ja, waarom heb je een hoed op je hoofd? Dit is de hoed van Fred. De hoed van Fred. Hij is niet eens groen. Ik had wel groene veer verwacht. Yeah. Ik ook. Waarom heb je dan geen groene veer erop gezet? Hadden ze niet. Wie had dat niet? De winkel. Welke winkel? Ik zie helemaal geen winkel. Ik rust niet, daar weet je te veel vragen. Naar het gemeentehuis. Fred, jij hebt ons hier bijeen ge... Je zei, jongens, kom allemaal naar het plein. En ik zie trouwens even iets anders. Jou, maar jou niet. Wie ben jij? Hoi, je kent me nog. Je kent Rick toch nog wel? Oh, ja, hi. Hey, Fred. Ik zie ook dat Benny de Bouwer goed aan de slag is gegaan. Het plein hier is helemaal af. Ja, niet blij mee. Hoezo niet blij mee? Geluidsoverlast. Van wat? Dit. Fred, Benny de Bouwer heeft gewoon zijn best gedaan. Die heeft hier... Was nooit de bedoeling. Dat was ik wilde alleen wonen in alle rust en vrede. Dat gaat niet gebeuren. Het is al zo erg hier. Volgens mij, wie zijn huis wordt dit? Is dat die van jou? Dat wordt van jou, schuur. Gerard. Jouw schuur? Ja. Volgens mij, Gerard, ik dacht dat het jouw huis zou worden. Ik ga waarschijnlijk dus in een schuur wonen. Nee, maar goed. Fred, waarom wilde je ons hier hebben? Wat gaan we doen vandaag? Ik wil dat jullie huur betalen. Huur betalen aan wat? We wonen hier. Ik heb geen woning. Ik ook niet. Ja, Rick, jij woont bij mij, dus dan moet jij juist mij huur betalen. Nee. Wat, sorry? Wat zei je? Wat zei jij? Jij eerst. Ik zei sorry. Ik ook. Fred, waarom heb je ons meegeroepen? Wat gaan we doen? Nieuw spelletje doen. Een nieuw spelletje doen. Is het in parcours? Ik heb geen zin in die spelletjes van Fred. Ik heb geen zin in parcours. Ik wil niet weg vandaag. Ik wil niet weg. Nee, Gerard. Waarom moet Gerard nou weer weg? Wil je ook? Nee, ik wil meedoen. Jij ook. Ja, zijn er suikerspinnen? Gerard, het zijn misschien suikerspinnen, hoor ik net. Echt? Ja. Kom eraan. Waarom ga je stukje per stukje? Dat vind ik fijner, hè? Fred, wat gaan we doen? Is het hier het spelletje of moeten we weer heel erg naar een grote wereld? Hier. Hij doet de deur voor ons dicht, ik snap het niet. Oh, Gerard staat er binnen. Nou, dan ga ik wel via deze deur, helemaal prima. Ik via het midden. Hey, bel aan inderdaad. Goedemiddag. Is er iemand thuis? Hallo? Is er iemand thuis? Waarom zeg ik dat? Natuurlijk is er iemand thuis. Fred, waar ben je? Ik ga weer via de achterdeur. Via de achterdeur? Oh, natuurlijk, hij heeft het kap... Hier heeft hij een gat in zijn huis. Die komt door Gerard omdat hij te groot was. Oh, dit is trouwens het huis van Fred. Ja, kan je rondleiding geven? Hier is de keuken. Ja, het is heel open. Hier, hij heeft zijn lamellen dicht. Ik weet niet waarom. Ja. Hij woont hier alleen. Dit was zijn slaapkamer. Dat is fout gegaan. Fred, waar ben je? Fred, hallo? Fred is verzamelen beneden. Fred! Ben je hier? Hij is hier niet. Hij is weg. Huh? Fred? Ja, ging toch naar binnen? Of ligt dat aan mij? Ik heb geen idee. Ik heb hem naar binnen zien lopen hier. Ah! Oh, wat? Wat? Waar is Gerard? Gerard loopt hier door een schilderij heen. Door een schilderij? Oh mijn god. Waarheen? Wat is dit, Fred? Waar zijn we beland? Mijn nieuwe machine. Jouw nieuwe machine? Hier kijk je normaal, hier kijk je blij en hier kijk je ook normaal. Leuk! Ja. Wat is dit voor machine? Gaat het ons teleporteren? Nee. Oh, gelukkig. We blijven wel hier. Zo. Oh, je hebt je hoed afgedaan. Klaar mee. Nou, wat is de bedoeling? Wat gaan we doen? Wij gaan verstoppertje doen. Verstoppertje? Tel maar! Verstoppertje? Tel maar, Gerard. Ik denk dat het niet zomaar de bedoeling is. Ik denk dat dat er nog wat extra's gaat zijn met dit grote apparaat hier. Dat klopt. Zal ik demonstreren? Ga jij me demonstreren, inderdaad. Blijf op het roze randje staan. Blijf op het roze randje staan, ja? Ja, let op, hè. Ik let op. Oké, zijn jullie klaar? We zijn klaar. Oké. Daar komt hij dan. Nou. Tel maar af. 3, 2, 1.
mislukt. Hoezo mislukt? Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw zien het jullie me nog? Ja, tuurlijk zien we je nog. Ja, natuurlijk, inderdaad. Oké, tel nog maar af. Doe jij maar aftellen, Rick. 3, 2, 1. Oh! Frits, wat heb je gedaan? Hallo, ik ben Rick. Wat heb je gedaan? Je bent een koe. Ik ben Fred. We gaan je even melken, Fred. We gaan je melken? Nee, Gerard, we gaan Fred niet melken. Wacht, kom terug. Fred, waar ga je heen? Fred! Ja, maar dat is helemaal geen Fred, jongens. Dit natuurlijk is het Fred, dat zegt hij net. Hij is een koe. Fred, blijf verstaan. Hallo? Wat is de bedoeling? Je zei dat we een stoppertje gingen doen. Nu ben je koe. Dat maakt het moeilijk. Dat maakt het moeilijk? Ik heb hem gevonden. Nou, leg eens uit. Hoe gaan... Weet je wat? Bereid jij... Wat gebeurt hier? Ze zijn aan het zoenen. Ik denk dat ze aan het zoenen zijn, inderdaad. Jongens, hou op! Hou op, ouwe! Wat gaan we nu doen? Ik weet niet of ik het spelletje nog wil spelen. Hey. Jongens. Ik vind het niet zo... Ja. Dit wordt heel apart. Dit wordt heel apart. Oké, jongens. Fred, bereid jij het spelletje voor, dan gaan we het gelijk spelen, oké? Oké. A few moments later. Wie van jullie is Fred? Hallo, ik! Oh, de middelste. Oké, dat is Gerard zo te zien. Oei. En dan ben jij Rick, denk ik. Ja. Wij gaan beginnen. Wij gaan ons wennen tussen de omgeving en jij moet ons zoeken. Fred, jullie zijn koeien. Ik heb jullie toch zo gevonden? Hoezo? Kom mee, dit gaat niet moeilijk. Dit gaat niet moeilijk worden. Maar hoe bedoel je dit tussen de omgeving mengen? Jullie zijn letterlijk 3 koeien. Het enige wat ik hoef te doen is 3 simpele koeien te vinden. Oh mijn god, wat is hier gebeurd? Waar komen al deze koeien vandaan? Fred, wat heb je? Hoe kom je aan die koeien? Oh mijn god. Oh nee, weet je, ik geef jullie 10 seconden. Blijkbaar jongens, er zijn er dus in één keer 100 miljoen koeien in de oprit en weet ik voor wat allemaal. De bedoeling is dus dat ik Fred, Rick en opa Gerard tussen de koeien ga vinden en uiteindelijk ga achtergekomen wie van hun de goede koeien zijn. Weet je, jullie hebben genoeg seconden gehad. Ik zag je wat heel snel rennen als koe daar. Wacht even, die gaan we even goed inspecteren. Ja, dan kan je... Nee. Ik zag al heel duidelijk dat dit er normaal... Je moet ook niet sprinten, joh. Wie is dit? Wie is dit? Wacht. Ik heb je eens wel heel snel gevonden. Ja, wie is dit? Gerard, je snapt toch ook... Je bent helemaal rood nu. Wie is dit? Nou. Ben jij dat, Fred? Ja. Oh. Wie sloeg mij? Is dit iemand? Is dit iemand? Ik weet het niet. Fred, je bent... Wie slaat mij? Wie is dat? Fred, in ieder geval maakt niet uit. Fred, ik heb jou gevonden. Jij moet terug naar de oprit daar, inderdaad. Fred, je snapt toch dat je niet moet gaan sprinten? Want dan zie je toch dat je... Koeien die sprinten toch niet? Dan zie je... Fred, wacht nou even. Fred. Ik doe niet meer mee. Blijf even hier staan. Ja. Oké, ik ga de andere vinden. 2 van deze koeien hier, jongens, zijn dus nog Rick en opa Gerard. Fred hebben we al gevonden, die had niet door dat je niet moest sprinten. Maar ik ben wel heel benieuwd wie is. Horen jullie mij, jongens? Nee! Nee! Ik ben een koe, ik kan niet met mensen praten. Ja, natuurlijk zijn jullie koe. Wie is dit? Is het een van jullie? Misschien. Ik vertrouw het niet. Wacht, ik ga hem slaan. Nee, dit is gewoon een normale koe. Oeh, ik hoorde hier iemand die viel naar beneden. Oké, kan een van jullie springen? Dat kan. Ik spring! Volgens mij. Nee, ik zag hier een koe springen. Een van deze is volgens mij. Het is moeilijker dan gedacht, jongens. Ja. Wie sloeg mij er net af trouwens hier? Geen idee. Ik ook niet. Ben jij dat, Rick? Misschien. Zien jullie mij? Heel misschien. Heel misschien wel, ja. Heel misschien zien jullie mij. Fred? Oh. Dit is sowieso iemand hier. Nee. Dit is zo... Ik wist het. Ik wist dat jij iemand was. Nou, je mag bij Fred staan hier. Hoi Fred. Jullie zijn allebei gevonden. Goed zo, jongens. Jullie zijn gevonden. Helemaal prima. Oké, ik geef jullie allebei 1 stukje weed. Yeah. Als jullie vertellen wie Rick is. Die ene daar. Ja, die ene daar. Ben je lol? Fred, hoe heb je... Die. Welke? Welke is die? Ja, één van die. Ja, welke? Ja, weet ik niet. Deze hier. Nee! Oh, dat was het ook echt! Nee. Hoe dan? Hoe was jij dat werkelijk? Oh mijn god. Fred, ik heb jullie alle 3 gevonden. Betekent dat ik de winnaar ben van het spel? Ja. Maar ik kon het toch niet winnen, wel?
Nee, dat klopt daar misschien. Maar trouwens, wie gaat er nu zoeken? Nou, jij bent als eerste af, Fred. Gerry! Wil jij zoeken, Gerard? Ja! Oké, dan gaan wij twee naar de machine toe. Nou, trouwens, iedereen moet denk ik naar de machine. Ja. Jongens, we zijn nu schapen, zo te zien. Wie is dit? Wie is er aan het bouncen? Hallo! Heb je er zin in, Fred? Ja! Ik hoop dat je deze keer niet als eerste wordt gevonden. We zijn nu allemaal schapen. Ik ben heel benieuwd. Gerard, we zijn klaar, hoor. Oké, 3, 2, 1, go, 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 go! Daar gaan we! Oké, ik geef je al 10 seconden, of? Nou ja, kom. Oké, prima. 10 seconden, jongens. Ik doe de poortje maar dicht. Doe jij de poort maar dicht, Geri? Oké, we moeten ons zo goed mogelijk als schapen zien te verstoppen. En ja, wat doen schapen? Gewoon een beetje ronddurpen en meer schreeuwen. Je mag gewoon, Gerard. Oké, kom ik. Wil iedereen die geen echt schaap is naar voren komen? Onderweg. Oh, er komt er een aan. Ja, er is er eentje. Sla hem, Gerard. Dat was een echt schaap. Ja. Ik ben er heel goed in, hoor. Dat jullie dat even weten. Ik vind het serieus best wel moeilijk om inderdaad gewoon als schaap rond te lopen. Hoe heb je dit trouwens voor elkaar gekregen, Fred? Dat we gewoon schapen zijn nu. Ja, lastig te begrijpen. Wie is dat? Ja, wie is dat? Wie is dat? Gerard, een schaap achter je. Wow! Wow, Gerard, Nee, Gerard, een schaap achter je. Achter me? Nee, ik ben kwijt! Ah, nu ben je al rood, Rick, omdat je damage hebt gekregen. Ja. Nou, wie zal het zijn? Wie zal het zijn? Ik zie hem! Pak hem, Gerard, pak hem! Sla hem! Nee! Oké, Fred, zullen wij elkaar zoeken? Ja! Waar ben je? Hier! Ja, heel eerlijk, maar er zijn toch genoeg. Wie? Hij eet! Hij eet rood, slecht voor een schaap! Maak eens hier! Waar ben je? Ben jij dat? Ik zou graag een hint willen. Ik ben wit. Dan kijk je maar aan, man. Wil iedereen even gaan springen? Nee. Waarom niet? Ja, ik weet het niet. Ik vind het spannend, Gerard. Ik kom Fred zoeken. Fred, waar ben je? Hier. Ja, waar is hier? Hier. Waar is hier, Fred? Fred, zit je in het zwembad? Nee. Fred kan niet tegen water. Ja, maar een schaal. Marcus. Ja, waar? Hier. Waar? Oh! Ik zag je. Ik weet ook wie je bent. Oké, zie. Hey, Fred. Hallo. Kom. Hey, Fred, kom. Ben lekker aan het eten? Ja. Dit ben jij toch, of niet? Waar? Fred, je bent risicovol aan het doen. Nee. Zo ziet hij dat. 2 in 1. Nee! Ja. Maar dat was ik helemaal niet. Je kijkt naar beneden. Nee, dat ben ik helemaal niet. Je bent rood. Ja. Nou. Jammer. Nou, jammer, ik zie zelf niet dat ik rood ben. Hoe had je ons gevonden? Fred, je had ons verraden. Ja, en die andere keek naar beneden, dan heb ik een schaap nog nooit gezien. Andere schapen hoezo draaien naar beneden? Ook naar beneden. Ja, ik wou zeggen, die zijn allemaal aan het eten, andere schapen. Die doen zo. Oh, nee. Nou, wie gaat er nu zoeken? Ik. Jij hebt al gezocht. Ja, dat bedoel ik. Ik wou mijn zin eraf maken, man. Oh, nou, weet je, dan denk ik nu dat het tijd is dat Rick gaat zoeken. Nou, jongens, zo te zien zijn wij kippetjes geworden. De schapen zijn opgeruimd. Fred, ik weet niet hoe je het doet. Ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt dat overal al die dingen hebben, Fred. Of niet? Ja. Oh, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt dat er overal kippen rondlopen deze keer. Maar Rick, het is nu aan jou de beurt om ons te gaan zoeken. Tussen al deze wezens. Let's go! Ik maak kipnuggets voor jullie. Succes! Ja, maar Gerard, je moet iets meer naar rechts. Zo, ik zag het niet. Daar gaan we. Ik ben heel benieuwd of je ons gaat vinden. Hé, laten we bij elkaar blijven, jongens. Okay. Laten we bij elkaar blijven. Ik zie Fred, die kat Fred Spring is. Oh, ben jij dit? Nee. Zijn jullie klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Oh. Net terug! Dat moet heel snel zijn. Ik zie hem rennen de kip. Oh, je zou hem rennen. En dan gaan we weer. Waar zijn we? Ja. Dit is echt zo lastig. Dat is nog even moeilijk, Erik. Waar we zijn. Ik stel deze niet. Deze kijkt van me weg. Waarom loop je weg? Van mijn kippen. Hey. Jij was het. Ik zag het. Ik zag het. Oh, dat was zo'n risico.
Ik vind het helemaal niet leuk. Dat was zo een risico. Omdat maar ik hou van risico's. Ja, dat snap ik. Wie zit er? Iemand zit trampoline te springen. Ja, wie is dat? Dat is sowieso Fred. Dat is sowieso Fred. Rennen, Fred, nu kan je nog rennen. Iemand zoekt mij. Fred. Is dat niet Fred? Volgens mij is dat helemaal niemand. Het is oh mijn god, kip. Dat was gewoon een kip. Oh. Oké. Okay. Dat was gewoon oprecht een kip trampoline aan het springen. Ik vertrouw deze kip niet. Hij loopt wel heel snel. Stop eens. Kijk me eens aan. Ja, precies. Ah, Frank. Nee! Hey Gerard. Ik vind het zo spannend. Ik vind het oprecht zo spannend. Vind het echt ik ook. Er zitten hier zoveel kippen. Fred, waar ben je? Hier. Waar is hier? Fred, gras. Waar ben je? Gras. Kunnen jullie even springen? Ja, nee. Ik spring. Waarom niet? Fred, zie je mij? Nee. Hey, hoe is het? Hey, hoe is het? Ja, er zit hier een kip naar beneden te kijken. Kom terug! Kom terug! Heb je iemand? Kom! Ja! Oh! Ik heb hem! Ik hoor een kip geslagen worden. Ik heb hem. Was dat Fred? Nou. Je keek naar beneden, Fred. Ah, dat verraad je dus als je naar beneden kijkt. Ja, ik zag iemand naar de kippen kijken, meestal niet naar de grond. Ah, ik zie best wel wat kippetjes naar de grond kijken, hoor. Oh, ik niet. Gewoon af en toe. Nee, oké, nu je het zegt, ze kijken inderdaad niet echt naar de grond. Rick! Ja. Hier achter, hier zit er een. Waar? Hier. Waar? Hier. Deze? Ja. Ja, Rick, ik al. Je. Oh. Huh? Zie je me niet? Oh, nee! Oh! Ik moest je zoeken. Dit ben jij, of niet? Nee, dat ben je niet. Kan je me nou niet vinden? Oh, maar deze. Dat is hem, pak hem, Rick, dat is hem. Sla dan! Nee, dat is hem niet. Sla hem dan! Sla hem! Nee. Doe maar! Neem het risico. Dit is hem! Ook niet. Ik vind het eng. Nee. Ik vind het serieus heel eng. Ik houd wel lang vol. Doe eens even springen. Ik doe één keer shift, oké? Okay? Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik doe het nog een keer. Kon ik je zien? Ja, je kon me zien volgens mij. Doe nog eens. Oh, waarom? Nee! Je bent zo traag als kip. Jongens, help! Nee. Doe iets! Ik ben doe iets! Tak, 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 nee! Jammer. Ja. Oh, man. Ik heb een ei voor je. Je hebt een ei voor me. Ik wil geen ei voor weg. Ik ben geen thuis. Oké, jongens. Nog één ronde doen. Want Fred moet nog zoeken. Nee. Hoezo nee? Ik wil niet. Je wil wel, toch? Nog één rondje. Hallo, ik ga hier. Oh, dacht dat jij... Hallo, ik ben Fred. Jij bent Fred, sorry. Ik kijk naar de verkeerde. Nog één rondje, Fred. Oké. Okay. Allerlaatste. Oké. Ja, toch wel gek. Toch wel gek, dit? Ja. Ja, dat snap ik. Dat snap ik, Fred. We zijn allemaal grote biggetjes. Knol. Doei. Denk je wel dat je ons kan vinden? Binnen. Binnen. Doei, Fred. Oké, jongens. Zo te zien, varkens kijken niet naar beneden. Dus ik denk dat het handig is als je gewoon recht vooruit blijft kijken. Ten alle tijden, weet je. Ja, dat is wel het beste, ja. Oké, ik heb zelf wel een leuk idee. Dan ben je niet. Dit mag vast wel. Klaar! Ja, ga maar zoeken. Hallo! Ik heb een heel goed plekje gevonden, Fred. Is dat zo? Ja, dit is het beste plekje tot nu toe. Ik ga zoeken. Oh! Er ligt een dood varken in mijn zwembad. Oh nee, dood varken. Hoezo? Ja, ben je verdronken. Oh. Dat vind ik zielig voor het varkentje. Kon hij niet zwemmen. Hey, ik zie je, Fred. Maar je zit gewoon een varken te slaan. Natuurlijk, ik sla iedereen die ik tegenkom. Fred! Ja? Hiero! Waar dan? Andere, ja, daar! Rechtdoor! Wacht, kan ik jou zien, Gerard? Ja. Kijk me eens recht omhoog aan. Ja, ik zie je. Kijk je me nu recht omhoog aan? Ja. Wacht. Oh! Ik heb je. Oh, ja, yes, daar was je! Oh. Oh, waar ben jij, Rick? Ik deed iets heel gevaarlijks. Ja, wat ben je? Kan je mij zien? Ja, ik zie jou. Kijk me eens recht omhoog aan. Ik kijk je recht in je ogen aan. Oh! Doe nog iets. Dat is zo'n stom gezicht. Dat is zo'n stom gezicht. Oeh, je moet oppassen met dat traag lopen, Rick, hoe je dat doet. Hij zag me! Wegen spot. Hij zag me recht aan. Oh, daar is Fred! Lukt het, Fred? Kom op, Fred! Nee! Nee, zegt hij ook echt. Dat is hem niet.
Hij gaat nu gewoon elk varken slaan in de hoop dat hij maakt. Redder Rick, nu het toch kan. Zie je me? Nee. Naar beneden. Oh, hier ben je! Hoe dan? Ik ben langs hem heen gelopen. Ik vind het niet leuk! Nee, dat snap ik. Hé, hey, Gerard is ook weer op het plein aan het rennen. Ga weg. Gerard, dat kan je niet maken wat je nu doet. Dat kan je niet doen. Jij klinkt ook echt als een soort varken. Knor! Hé, hey, Rick, hoe is het? Gaat goed. Ja. Waar is Fred? Hi Fred. Ik heb geen idee. Hallo, waar zijn ze? Daar op het middenplein loopt er een. Nee. Eén van de varkens op het plein is het, Fred. Van het midden... Dat kan ik ook zeggen. Dat zijn er maar twee. Ja, ja dan en allebei slaan hem met je zo. Ja. Nee, nou, Fred, we liegen niet. Fred, Fred, rent nu weg. Ja, Fred. Nou. Fred. Ja? Krijg ik in je geld dan een hele mooie sportwagen van jou? Ja hoor. Top. Fred, ik kan je zien. Ik rem ook. Dit ziet er zo leuk uit. Kijk, Fred. Nee, je mag mijn huis niet in, Fred. Dat mag niet. Oh ja, waar gaat hij heen? Ik hoor hem gewoon varken slaan. Wie is dat? Wie kijk ik nu aan? Wie die doet dat? Dat weet ik niet. Ben jij dat, Gerard? Nee. Oh, dat is Rick. Nee, nee, nee. Ik ben achterste. Oh. Hallo, Fred. Gedisqualificeerd. Ja, hoezo, hoezo gedisqualificeerd? Oh, kom ik je weg. Iets slaan. Knor. Ga maar in je oven. In je oven. Ik wil niet in de oven. Stop met slaan, alsjeblieft. Fred, oké, ik ben gedisqualificeerd. Ik accepteer het. Ik heel heb goed. Gespeeld. Oh, maar Fred, en nu wil ik dat jullie jezelf omtoveren en ik... Doe niet meer mee! Hoezo niet? Wat is nee. er? Fred, waarom ben je zo boos? Nee! Wat is er aan de hand? Is je boos omdat ik vals heb gespeeld, denk je? Ja. Ik denk het. Het is ook helemaal niet leuk dat je dat Wacht, doet. Met wie ben ik hier aan het praten? Met mij. Met mij? Nee, dit ben ik. Nee, waar ben ik? Ja, wie is dit? Nee, ben ik! Ja, ik, als ik je, ben als het. Je, als je Gerard ja, ik bent, ben Dat is zo Gerard, dit. Oh! Wat hebben we gedaan, Rick? Ja. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we met Gerard gedaan? Had je honger? Ja, ik dacht dat het per ongeluk... Oh mijn god. Gerard, ben je er nog? Ja, ik lig op de barbecue. Op de barbecue, waar? Oh, hier waarschijnlijk. Hé, hey, laten we ons even optoveren en dan gaan we... Ik weet niet wat Fred aan het doen is, maar die is gewoon weggelopen. Ik denk dat hij boos is dat ik heb vals gespeeld. Hé, hey, laten we ons over even omtoveren, kom. A few moments later. Jongens, ik vond het een leuke dag. Ik wist niet wat ik moest verwachten dat we hier met z'n allen op het plein zouden staan en dat... Hey, Penny! Hallo, wat is het allemaal? Ja, we hebben een stoppetje gedaan. Het was heel chaotisch allemaal. We zijn geen varkens meer, Gerard. Oh, sorry. Was het cement al wat droog? Want of het beton of de asfalt of weet ik veel. Ja, volgens mij wel. We hebben erop gelopen. We lopen er nu nog steeds op. Ja. Willen jullie daar volgende keer even toestemming voor vragen, alsjeblieft? Anders komen we zo met de voetsporen in het asfalt. Daar wordt niemand vrolijk van. Ja, maar heb jij Fred trouwens gezien? Ja, die liep net huilend voorbij. Huilend? Ja. Vond hij het zo erg? Wat zei die? Ja, het ging een beetje zo... snik, snik, heil, heil, snik, snik, heil, heil, snik, snik, heil, heil. Oh, dat zei hij ook echt op die manier. Ja. Dat maar, vind ik wel leuk. Ik zie dat je veel progressie hebt gemaakt, Benny, met het asfalt hier en zo. We zijn er heel blij mee. Ja, ja, klopt. Ik kreeg trouwens ook bouwtekeningen van Fred. Hier moest een of andere schuur komen, klopt dat? Ja, kan je hier niet gewoon het huis, huis van open Gerard maken? Want Fred heeft al een huis. Je krijgt van mij toestemming om hier gewoon... schuur. Nee, maar dan bouwt Fred maar een keer een nieuwe schuur. Dus ik denk dat open Gerard hier moet gaan wonen. Wilt u hier in het midden van het plein een suikerspinautomaat maken? Ik zal heel even moeten kijken of ik daar een ontheffing vanuit de gemeente voor krijg. Boeien. Gerard. Benny. Ja. Doe jij lekker je ding. Bouw hier alsjeblieft. Ik zie al dat er oranje dingen... er liggen overal... Voor jeugd, er liggen overal varkensteentjes. Ik zie al dat er oranje dingen liggen. Pas wel mooi bij Gerard. En misschien is het wel leuk als je uiteindelijk daar een huis voor Rick kan bouwen. Rick die woont nu bij me. Alleen ja, nou, hij stinkt... nou moet je opbouwen. Hoezo? Je gaat allemaal wel heel hard. Het begon met 1, toen 2. Ja. Nou... Blijkbaar dus ook 3. Ja. En dan uiteindelijk een Ja, maar kijk hoe mooi het is. We hebben hier ook al een plein waar we met z'n allen zijn. En hoe leuk zou het zijn als er 4 huizen hier zouden staan. Ja, nou dan voel ik me wel eenzaam daar bovenop die berg. Ja, maar we hebben een brug naar elkaar toe. Ja, dat klopt. Dan kom je op visite. Ik zal even kijken wat ik kan doen.
En ja. dan zal ik morgenochtend maar beginnen. Ja. En je weet wat prioriteit heeft, hè? Ja, zeker. Zeker weten. Ja. En dan, ja. Is de prioriteit voor jou het suikerspinapparaat? Ja, dat dacht ik al. Nou, dankjewel, Benny. Dat gaan we regelen. Ja, dat gaan we zeker regelen. Want Benny ja, de bouwer, die bouwt het wel. Ja, hij gaat regelen. Jij regelt helemaal niks, hoor. Nee, dat klopt. Dus ik heb dan, geregeld dan is het zo geregeld, toch? Ja, dan is het zo geregeld. Dan rest mij nog... Ja. Benny doet dat wel vaker. Dus, ja, jullie kennen hem natuurlijk niet zo goed, maar hij maakt nooit zijn zinnen echt af. Ik weet niet, volgens mij, hij is een beetje eenzaam en zo. En op een of andere manier is dat een of ander raar iets. Maar, dan mag jongens, hij, ja, wat wil je zeggen, Gerard? Dan mag hij de volgende keer de eerste suikerspin met mij eten. Dan mag hij de eerste suikerspin met jou eten. Dat vind ik een hele goede, dat vind ik lief van jou, Gerard. Ik dacht dat ik dat mocht. Jij mag het stokje. Jij mag het stokje, Rick. Bedankt. Nou, Rick, snel naar je kamer. Het is bedtijd voor jou. Slaap lekker alvast, jongens. Slaap lekker, Rick. Doei. Gerard, we gaan nog over zorgen dat het jouw huis wordt, oké? Ja. Helemaal prima. Dat is een goede deal. Nou, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin we Rick weer ontmoet hebben. En hij ons naar een pretpark wacht. Maar het was volgens mij één grote leugen. En nu spreek je later glaasje water. Tot de volgende keer.